Het is al lang geen nieuws meer dat het druk is op de vliegvelden. Een logisch gevolg daarvan is dat veel meer mensen dit jaar met de bus op vakantie gaan. Hier geen onzekerheden en lange rijen. Gewoon je koffer in de bus, instappen en uren later uitstappen bij je hotelletje in de zon. We wilden eerst met het vliegtuig gaan, maar gezien alle lange wachtrijen bij met name Amsterdam en Eindhoven, hebben we er toch voor gekozen om met de bus te gaan. Nou, op vandaag met de vliegtuigen, dan is het dat er niet, sommigen helemaal niet komen. Hè? Dan wordt je vlucht geannuleerd, dus ik ben blij dat we met de bus zijn. Op het moment van boeken was dat nog niet echt aan de orde, maar inderdaad, daar zijn we ook wel blij mee inderdaad, dat we daar niet mee te maken hebben nu. De ene helft is met de auto en ik ga met de bus. Ik denk iets relaxer. U hebt straks uw koffers nog in ieder geval. Absoluut. En u wil graag een busreis boeken? De aanvragen stromen binnen bij reisorganisatie Solmar. En dus gaan ze hier vanaf deze week op meer dagen rijden. Normaal hebben we op maandag en vrijdag. Maar inmiddels hebben we ook de woensdag erbij. En vanaf 16 juli hebben we ook de zaterdag erbij. Dus 4 vertrekken in de week. Een paar jaar geleden vertrokken er in het hoogseizoen nog 50 tot 70 bussen per week naar de Spaanse zon. Vanaf deze week vertrekken er 100 bussen per week. En het hadden er nog veel meer kunnen zijn. Naar de 150, ja, zeker. 150 zouden, als er maar genoeg chauffeurs zouden. Als er maar genoeg chauffeurs zouden zijn, ja. Ze verkopen hier ook vliegreizen. En wat je nou ziet is dat mensen die omzetten naar busreizen. De schrik voor lange rijen bij de luchthavens en het schrappen van vluchten zit er goed in. Ja, die mensen die een vlucht geboekt hebben en die dan toch meer voor de zekerheid gaan van een busreis. Ook reiskoepel ANVR ziet dat meer mensen door de problemen op de luchthavens voor een andere reis kiezen en vaker voor de auto of bus gaan.